Een veelgebruikte term in projectmanagement is het kritieke pad. Nou, waar staat het nou voor? Het kritieke pad is als je zeg maar alle activiteiten als een soort weg ziet. Zoals hier bijvoorbeeld, dat je kan zien, je gaat iets organiseren en dan heb je een startmoment, je hebt een eindmoment en dan moet één activiteit ondernomen worden, nog een activiteit. Die zijn niet direct met elkaar verbonden. Deze kunnen naast elkaar plaatsvinden en uiteindelijk komt dat allemaal weer bij elkaar en komt het allemaal tot een eenduidig eindpunt. Dus een project heeft altijd één startpunt en één eindpunt. Laat ik maar eventjes voor het gemak, hou ik hem een beetje abstract op dit moment. En ik benoem even de activiteiten gewoon als A, B, C. Dus dit is activiteit A, activiteit B, activiteit C, activiteit D. En dan krijg je hier zo activiteit E, activiteit F, activiteit G en activiteit H. En dan gaan we nog even verder. FGH, activiteit I, activiteit IJ en activiteit K. Ja, dan hebben we het geheel uiteengerafeld en ik heb er een tekening van gemaakt waarbij ik alle activiteiten een naampje meegegeven heb. En dat kan bijvoorbeeld zijn als je je huis gaat verbouwen, dat je zegt van, nou, er moet een muurtje afgebroken worden, er moet een kozijn uitgehaald worden, er moet een vloer gelegd worden. En ja, zo kan je dus allerlei verschillende dingen naast elkaar doen die eigenlijk onafhankelijk van elkaar kunnen plaatsvinden. Nou, je kan je voorstellen dat in zo'n geheel, dat een van de paden van activiteiten, dus dat kan deze weg zijn, dit is een pad van activiteiten, wat van begin naar het einde loopt. Dit is een pad van activiteiten, die van het begin naar het einde loopt. Dit is er één. En dit is er één. Eén van die paden is het meest cruciaal voor de doorlooptijd van je project. Ik ga hem nu even illustreren aan de hand van wat getallen die ik erbij ga zetten, dat ik de doorlooptijd van de verschillende activiteiten ga aangeven. Stel je voor, activiteit A duurt 30 dagen. En activiteit E duurt 20 dagen. En activiteit I duurt ook 30 dagen. Dan kunnen we zien dat deze weg van A via E en via I naar het einde 30 plus 20 plus 30 is 80 dagen duurt. Dan pakken we activiteit B. Stel je voor die duurt 10 dagen. En activiteit F duurt 20 dagen. En activiteit J duurt 10 dagen. Dan zie je dat deze weg, dit pad, duurt 10 plus 20 plus 30 dagen, of nee, plus 10, is 40 dagen in totaal. In dit geval is dit dus de langste weg. Nou, dan gaan we even verder. Activiteit C duurt 1 dag. Activiteit G duurt 1 dag. Dan is deze weg, via C, G, J, duurt 12 dagen. En activiteit D, laten we daar nog eens even wat bij zetten. Voor het gemak 5. 10 en 5, dan duurt die bij elkaar 20 dagen. Als ik hem nu zo bekijk, kan ik hier op basis van het blote oog al gewoon aangeven dat de weg via A, E, I, dat is de langste weg. Als ik daar één dag op uitloop, loopt mijn hele project een dag uit. Loopt overigens bijvoorbeeld via deze weg iets een dag uit, dan is er eigenlijk niks aan de hand, want dit bepaalt de doorlooptijd van mijn project. Dit helemaal niet. Dat gebeurt pas op het moment dat dit in zijn totaliteit boven de 80 dagen uitkomt. Dus we hebben daar speling op zitten. Nou, hier zo kan je dat ook wel heel mooi zien. Je ziet van nou, dit pad, dus je zou kunnen zeggen van nou, we moeten hier wat in gaan, wat efficiënter in gaan doen, maar dat heeft geen zin. Dus het kritieke pad is de langste weg van start naar het einde. Hier kan je zelf je berekening op loslaten om dat helemaal door te rekenen. En ik wil dat ook graag uitleggen in een volgende video. En dat is de uitleg van de kritieke pad methode, het uitrekenen daarvan.
Maar hier hebben we het principe in ieder geval van het kritieke pad. Veel succes ermee.